De mobiele unit van het ministerie van Binnenlandse Zaken komt handen tekort door massale landsdienarenregistratie. Minister Brontë-Sommaharjo noemt de registratie nu reeds succesvol. Ambtenaren worden opgeroepen zich alsnog te registreren. Het ministerie is sinds 1 oktober gestart met deze verplichte landsdienarenregistratie. Middels het inzetten van mobiele units wil het ministerie elke mogelijkheid inzetten om dit project succesvol af te sluiten. Het project wordt op 31 december 2022 afgesloten. Hetgeen betekent dat de niet geregistreerde ambtenaren vanaf 1 januari 2023 geen salaris meer ontvangen. Minister Stephen McAndrew heeft afgelopen dinsdag een ontmoeting gehad met de Raad van Toezicht van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit, waarbij hij zich heeft laten informeren over de vorderingen voor het operationaliseren van dit centrum. Dit centrum kan een positieve impact hebben op de groei van de economie. De ILO is bereid om assistentie te verlenen hierbij. Het Centrum voor Productiviteit is opgenomen in het herstelplan 2020-2022 in het kader van het streven om nationale productiviteitsverbetering te bewerkstelligen. In het beleid van het Directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer is er opgenomen dat belangrijke hoofdwegen en verkeersaders beplant zullen worden. In dit kader is gisteren het startsein gegeven voor het met koningspalmen beplanten van de bermen langs de Ringweg vanaf de Amazonestraat tot en met Charlesburg. Het planten van de palmen zal in fases plaatsvinden. In de eerste fase worden er 440 koningspalmen geplant.